Het gaat niet goed met de visserij op Urk. Het grootste probleem is dat de brandstofprijzen erg hoog zijn. Daarnaast is er meer aanbod van vis dan vraag, waardoor de prijs erg laag is. In de ogen van de visserman geeft de koper te weinig geld voor zijn vis. Wat ten gevolge is dat de visserman niet meer rendabel kan draaien om weer smalens naar zee te gaan. In maart staakten de Urkervissers omdat de prijs zijn dieptepunt had bereikt. Veel vissers uit de rest van het land sloten zich aan bij de staking. De oorzaak van dit hele probleem is echter al enige tijd geleden begonnen. In de 80er jaren werd er zo'n 150.000 ton per jaar aan platvis gevangen. Er zwom namelijk genoeg. In 2005 is het gereduceerd tot 50.000 ton per jaar, waardoor het aanbod een stuk kleiner werd en men op zoek ging naar andere visproducten. Inmiddels mag er weer 110.000 ton opgevist worden. Het probleem is dat men nu bijna geen platvis meer eet. Eigenlijk alleen als ik uit eten ben, maar dat maak ik zelf nooit klaar. Nee, ik vind het wel lekker. Ik eet alleen lekker gebakken bokking. Nee, ja, ik vind het stinken. En als het niet lekker ruiken, dan hoef ik het ook niet. Vroeger moesten we thuis wel eten, vis. Elke vrijdag was dat vaste prik. Maar tegenwoordig eet ik dat niet meer. Zelden. Wel eens, maar heel weinig. Maar waarom eet de Nederlander eigenlijk zo weinig vis? Omdat ik daar geen trek in heb. Ik vind zalm lekker en voor andere vissoorten, nee, dat staat me niet aan. Ja, dat weet ik echt niet. Ik heb zo mijn vaste dingetjes die ik dan klaarmaak. Nou, en ook wel omdat ik denk dat ik dan dat ik heel veel graden tegenkom. Dat vind ik te veel werk. Ik ben alleen en ik heb daar liever wat meer dat ik het niet klaar heb te maken. Albert Romkes is directeur bij Neerlandia. Een van de vele visbedrijven op Urk. Zij proberen mee te werken aan bepaalde afspraken die na de staking gemaakt zijn. Wij gaan proberen om in ieder geval met acquisitie, promotie de vraag te vergroten, waardoor dan ook automatisch het product in prijs verhoogt. Want dat is het uiteindelijke doel. Maar dit heeft tot nog toe weinig resultaat opgeleverd. Nou, de prijs sinds die staking is eigenlijk nog wel hetzelfde gebleven. Die staking heeft niet toegeleid dat het de vis duurder werd. Want ja, er is vis genoeg. Nou, het was in ieder geval prachtige mooie vis, we hebben ze bekeken. Ja. En de grotere soorten die waren wel mooi aan de prijs, maar die andere soorten waren allemaal ja, 25 tot 40. 30 cent tekort. Ja. Ja. Als die, die sorteringen een kwartje tot 40 cent duurder zouden zijn, dan zou deze meneer tevreden zijn ja. geweest. Ja. Als die koper die vis per se hebben wil, en die andere koper ook, dan wordt die prijs automatisch wel hoger. Maar er is zoveel vis, dat die koper, nou ja, koopt hij die, dan koop ik die. Als je nou zo'n pakje van 250 gram filet koopt, schoolfilet, dan is dat omgerekend, is dat bijvoorbeeld 17, 18, soms 20 euro per kilo. De visser die beurt ongeveer zo'n 1,10, 1,20 gemiddeld voor zijn school. Ja, dan zeg je ook van, ik word sterk benadeeld, want waarom kan ik nou niet een dubbeltje of 15 cent meer ontvangen, want dan verdien ik tenminste wat, dan maak ik rendement dat ik mijn bedrijf in stand kan houden en de nodige reparatie en voorzieningen en onderhoud kan plegen. Naast de blijvend lage prijzen van de vis zijn er nog de hoge brandstofprijzen. Om deze zoveel mogelijk te vermijden,
wordt er de laatste tijd flink geïnnoveerd in verschillende vistechnieken. Zo is er onder andere de pulskorvisserij ontwikkeld. Een vistechniek die veel duurzamer is door brandstofbesparing en minder bijvangst. Bij deze manier van vissen zitten de netten vast aan een soort vleugel. Aan beide kanten van de boot gaan de netten het water in totdat de zogenoemde neus het zand raakt. De neus houdt de netten in een goede positie, vlak boven de bodem van de zee. Bij de oude vistechniek werden de netten door middel van zware kettingen over de bodem gesleept, wat veel meer brandstof kostte. Deze nieuwe netten bevatten kabels met een elektronisch pulssysteem. Deze geeft kleine stroomstootjes aan de bodem van de zee, waardoor de platvissen onder het zand vandaan komen. Als de platvissen onder het zand vandaan zijn, belanden ze automatisch in het visnet, zodat ze later aan boord gehaald kunnen worden. Dit is onze enige mogelijkheid nog om te overleven. Want we gaan het niet winnen van de gasolie. Dus dat is ons grootste probleem. En dat gaan we nu tackelen met de pulsvisserij. Maar niet iedereen kan zomaar overstappen op de pulskorvisserij. Hiervoor heb je een vergunning nodig. Veel vissers staan nog op de wachtlijst, maar de Europese Unie verstrekt steeds meer vergunningen om duurzaam te gaan vissen. Ik heb officieel sinds 3 weken mijn vergunning, maar ik heb hem al 2,5 jaar geleden aangevraagd. Toen zijn we op een reservelijst geplaatst en sinds 3 weken is hij officieel binnengekomen. Dus toen kunnen we ook omschakelen naar de pulsvisserij. Van tevoren wordt alles klaargemaakt en als we stil gaan liggen, dan duurt het 2 weken en dan kunnen we proef gaan vissen. Nou, eerst hadden we die netten. En nu hebben we deze netten zonder ketting. Maar dan met slurven erin waar de stroom doorgaat. Ja, ons financiële plaatje gaat heel goed worden. Want we gaan heel veel gasolie, wel 50% gasolie minder verbruiken. Ja, en wij zitten nu op 30.000 liter gasolie per week en we gaan naar 15.000, 16.000 liter. Ja, en als je dat op een jaarbasis is dat toch wel goed 300.000 euro. Dus dan gaan wij toch wel financieel gaan we er wel van op vooruit. Niet iedereen heeft het volste vertrouwen in de toekomst. Maar de meeste mensen denken dat de visserij er wel weer bovenop komt. Het zal ooit wel weer een keer goed komen. Het is nou moeilijk, het is voor iedereen moeilijk. Tenminste in ieder geval voor de visserman. Maar het komt wel weer goed.